Als je het mij vraagt, een heerlijke dag om weer een TA te doen, want we staan er behoorlijk goed voor. Op dit moment bij ons, bij BTC Direct, 11.314,69 euro voor 1 bitcoin. Lekker gestegen weer dus. En wie, wat, waar, hoe, waarom, wanneer, gaan we nu weer bekijken. Wat de toekomst ons kan gaan brengen, een van de mogelijkheden ligt misschien wel in deze grafiek. En wat zie je hier nou? Je ziet de rode met groene lijn, dat is de bitcoin koers. En je ziet daar op de achtergrond die blauwe lijn en dat is de koers van goud. Bitcoin wordt natuurlijk vaak vergeleken met goud, als in het digitale goud. Nou, mocht dat zo zijn, dan hebben we nog een leuke tijd voor de boeg. Wat zie je namelijk? De bitcoin koers die staat ingesteld op 1 dag, de candles, en bij goud op 1 week. En dan zie je toch verdacht veel overeenkomst in deze periode tussen deze twee koersen. En wat gebeurde er nou bij goud? Op 28 maart in 2003 kreeg die de eerste ETF. En dat is deze periode tussen deze oranje stippenlijntjes. Wat er daarna is gebeurd, ja, is overduidelijk. Je ziet die blauwe lijn hier alleen maar hoger, hoger en hoger klimmen. Hopen dus dat als er straks eindelijk ETF's goedgekeurd gaan worden voor Bitcoin, dat we eenzelfde lot tegemoet gaan. En dat zou volgens deze grafiek dan betekenen dat we in augustus dit jaar nog een nieuwe all-time high gaan halen. Die staat nu, als je bij ons op de koerspagina van Bitcoin gaat kijken, op 16.727 euro. En die zouden we dan hier tussen juli, september, dus augustus, al kunnen gaan bereiken als we dezelfde koers gaan volgen als goud, dus na de ETF. En mochten we die lijn blijven volgen, dat zou betekenen dat we nog voor november dit jaar op de 36.000 euro per bitcoin gaan belanden. Even terug naar het hier en nu. Wat heeft nou precies gezorgd voor die enorme uitbraak van gisteren? Deze bullish pennant, deze driehoek hier die je ziet, dat zijn twee trendlijnen. Hij gaat zich daar steeds meer binnen bewegen en uiteindelijk breekt hij aan één kant uit, in dit geval dus aan de bovenkant. Dat is iets wat je heel vaak ziet bij zo'n bullish pennant, dat hij dus in positieve zin gaat uitbreken. De toppen worden steeds lager, de dalen worden steeds hoger en dat heeft er dus voor gezorgd dat hij is uitgebroken. En dat we gisterenochtend omstreeks 10 uur in 1 uurtje tijd met maar liefst 500 euro zijn gestegen. En uiteindelijk een top gehaald van 11.470 euro weer. De komende periode, hoe gaat die eruit zien? Misschien wel zo. We zitten op dit moment, ik ga even goed inzoomen, in deze zone en die vormt een resistance. Het gaat dus de vraag worden, gaan we naar boven uitbreken of naar beneden? Mocht het lukken om naar boven toe uit te breken, dan denk ik dat we hier in deze zone weer terecht gaan komen. Dan hebben we het over ongeveer 13.500 tot 14.000 euro. Omdat je, zoals je hier ziet, dit eind 2017, begin 2018 ook een belangrijke zone is geweest. Dus dan verwacht ik dat we daar weer terecht gaan komen. Mocht het nou niet zo'n feest zijn en dat we naar beneden toe gaan afbuigen, dan denk ik dat we in deze zone terecht gaan komen. Dan hebben we het over achterin de 8.000 voor de 9.000 euro. Hier, zoals je ziet, heeft er een tijdje op gebounced. Hier heeft er een tijdje rondgehangen. Een beetje erboven en eronder. Maart 2018 was dat. En dan gaan we die kant weer op, vermoed ik. Het wordt weer even duimen om de positieve vibe van gisteren en vandaag vol te blijven houden. Zodat we gewoon kunnen doorknallen naar die volgende zone. 13.500 tot 14.000 euro. We gaan er volgende week dinsdag in ieder geval weer naar kijken. Wil je nou op de hoogte blijven, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op btcdirect.eu. En houd natuurlijk nieuws.btcdirect.eu in de gaten voor de laatste nieuwtjes. Zie je dan!